Lieve schatjes, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we gaan wel pakken. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. En het is weer woensdag. Het is de week is in het midden. Yes. En ja. En we hebben post. Zo, mijn stem is een beetje aan de gocht weer. Het is van al die vandaag brandoefeningen gedaan in de BHV-centrum van G4S in Zoetermeer. En het moest een brandje blussen en zo. En het moesten we dus ook aardig wat schreeuwen en dat soort dingen. Dus vandaar dat ik een beetje goor ben. Schor ben. Maar ik kreeg al een berichtje van mijn zus binnen. Heb je al een kaartje ontvangen van Esmee? Dat is mijn nichtje. En dat hadden we dus nog niet. Maar nu wel. Zodat ze mocht op school een briefje maken of een kaartje sturen naar iemand. Of zelf een kaart maken voor iemand. En toen heeft ze ons gekozen. Super lief. Ja, maar hè. Lief toch? Mooi kerstboompje. Zal ik hem even openmaken? Voor oma Sergio en tante René van Esmee. Mooie kerstboom. Oh, kijk nou. Woep. Happy Christmas. Dat is leuk gedaan. Fijne kerst. Sneeuwpoppie. Hey, dat ben jij, denk ik. Maar hier staat oma René, oma Sergio en tante René. Maar volgens mij is het inderdaad, dit ben ik en dit ben jij. Leuk, super lief. Heel mooi gedaan, dankjewel. Mwah. Nou, dan gaan we bij de rest van de kaartjes gaan zetten. We bij de rest van de kaartjes zetten. En nog eentje gekregen, ook nog van Dave en Britt, super lief. En we hadden ook een heel mooi kaartje gekregen van mijn twee besties. Van Mariska, Thomas en Kenzie natuurlijk. Ja. En van Ellen en Vin. Ellen en Vin. Ja. Hans is er ook nog steeds heel blij mee. Een hele goede morgen bij eigen huis en tuin. We hebben hier een gangkast. En die gangkast is een beetje onhandig ingericht. Dus ik ga vandaag René verrassen met een hele nieuwe gangkast. We gaan hier wat plankjes ingooien, wat lades maken. En we gaan hier een hele nieuwe kapstok maken. Ik was bijna vergeten te filmen, omdat de buurvrouw op de 10e verdieping een kast heeft gekocht van 2 meter die niet in de lift past. En die niet in de lift past. Had ik al gezegd dat die niet in de lift past? Ik ben kapot. Ze moest naar de 10e verdieping. Nou, uiteindelijk zijn we vanaf onze verdieping de lift ingegaan. Wel iets wat beschadigd overal. Sst, dat je niet wat zeggen. Maar verder over de gangkast. Dit is het nu. Een hele grote gangkast. Alleen, ik persoonlijk vind dat dit mooier kan. En dat dit handiger kan. En dat het wat praktischer kan. Gaat het weer een klus zijn waarvan ik denk, waar ben ik aan begonnen? Of komt René straks thuis en is het missie dubbel en dwars geslaagd? Ja, dat weet ik ook nog niet. We gaan eerst de lades in elkaar zetten, ja? Oké. Zo, 1 uur. Denk ik maar eens eventjes wat ga eten, want ik heb ontzettend honger inmiddels. Maar hier is het allemaal een beetje een bende. Maar dit vind ik wel echt een spontaan idee van mij dat ontzettend leuk uitgepakt is. Want dit is krijtverf. Dus hoe leuk is het straks als daar hoeft dus niet, maar daar komen die lades. Ik heb het een beetje speels erop gedaan. Hoe leuk is het straks als die kleine daaronder zeg maar boodschapjes kan schrijven. Ja, dat duurt nog een paar jaar, dat weet ik, maar ik vond het een leuk idee. Dus ik heb het gedaan. En fuck it. Ja toch? Ik ga even eten.
Ik ben echt kapot. Er ging natuurlijk weer van alles fout. Maar ja, dat blijft jou in het leven. Daar zit ze. Kom maar! Ik had gezegd dat ze even moest wachten. Het is 6 uur volgens mij, bijna. Hij wil nog niet echt scherp stellen. Echt een hele fijne camera, maar het scherp stellen, daar word ik echt helemaal lijp van. Nu moeten we de deur weer open doen voor de. Hola. Hoe is het, baby? Goed. Lukt het Angelique te laten of zo? Ja. Nou ja, dat kwam dus. Ik had natuurlijk 2 uur met die kast lopen sjouwen vanmorgen. En het heeft mij een beetje achter op schema gebracht. Ik vind het wel heel erg sociaal van me. Nou ja, daar hadden we het ook over met die mensen. Toen ik dus laatst in de parkeergarage was, met die motor bezig was. Toen vond ik het ook fijn dat die man me even hielp. Ja. Dus ja. Zeker. Oké. Wat? Batterij is bijna leeg. Ik ga René vragen om de jassen op de... Oh, wacht even. Het is veel leuker als ik... Hey, wacht. Prijs op. Oké, baby. Dit is kerstcadeautje van mij voor jou. Wow. Zo dan. Echt, help mijn man is klussen, er is er niks bij. Nee. Er ging natuurlijk weer van alles fout. Wow. Zo, dat is beter. Zoals geschilderd en alles. Wow. Dit is krijtverf. Ik dacht het misschien wel leuk is die kleine hier straks berichtjes voor jou kan achterlaten. Of voor mij. Ja. Ja, dat is een goede plek. Gewoon lekker verstopt in de gangkast. Ik ben kapot. Snap ik. Ik ga jij ook mee aan het eten nemen. Ga mee aan het eten nemen? Heel mooi. Maar hij is er niet klaar. Oh. Die heb ik eventjes voor reserve opgehangen. Nou ja, hoe het eruit komt te zien, gaan jullie nog wel zien. Heb je tips voor mij, die zijn van harte welkom. Want ja, dat is elke keer weer een beetje... puzzelen en meten. Zo, ik stink nu in de wind. Jezus, wat zit mijn haar? Wat? Jij zegt ook nooit iets, hè? En we zijn weer niet scherp. Zo. Scherp, scherp. Nee. Ja, daar is hij. We gaan weer eens gezellig naar de bioscoop. Jee. Het is wel eerst kerstdag. Ik ben er net ervan. Zo, hé. Hey. Het is echt druk. Ga naar hier, de nieuwe Mary Poppins. Mary Poppins. Kijk, is hij nou? Gaat. Ik weet. Oké. Okay. Ik ben een beetje buiten adem. Nou ja, gewoon adem blijven halen, dan komt alles goed. Oh, wat een mooie boom hier, hè. Die zien we zo meteen wel op de achtergrond. Zo hier, zo linksaf. Wauw. Gotta love the lights. Ja, ik heb misschien een beetje te veel koffie op, maar dat maakt niet uit. Mary Poppins, ja, ik ben benieuwd. Tegen Scheveningen. Het vervolg van 30 jaar geleden, denk ik, of niet? Ik weet niet hoe oud die film is. Het zou best wel goed kunnen, ja. Er is iets aan de hand hier. Oh, sensatie. Is iemand op zijn bek gegaan op de ijsbaan? Zou het? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het zal wel meevallen. Zo, ja. Dat is bijna voor jou. Oké. Thank you.
Ja. En we zitten al op één heel mooi cadeautje die ik heb gehad van mijn zus en van Sergio. Ik vind het wel lang genoeg naar de boven kijken. Ja, inderdaad. Maar deze mag ik nog niet. Nee, die mag je nog niet open maken. Oké. Kom maar even terug dan. Oké. Open jij maar de eerste dan. Ja? Moet ik deze beginnen? Ja. Nee. Leuk inpakpapier ook. Mooi hè? Ja, dat moeten wij ook hebben. Mijn vrouw, hoe je is ingepakt, heel mooi. Zeer rustig. Jezus! Dit is niet voor jou. Dit is voor mij. Oh, hij is voor mij. Oké. Okay. Nou. Cool. Zo'n ding, hè? Gaan we lossen? Ik weet niet. Ze horen bij elkaar, maar ik weet niet of ze loszitten. Oh, ze kunnen wel lossen. Cool. Mooi. Ja, heel gaaf. Ja, ik ook. Ik vind het ook zeer leuk. Heel tof. Heel cool. Niemand denkt het laatst. Dat is wel een bepaalde volgorde. Deze of eerst. Deze. Ik heb ze alleen maar gezongen.
Ik ben blij mee of zo. Ja, dus niet veel anders wat je me kunt geven, waar ik blij van word. Sterk spul. Zelfs niet een armband. Jij doet dat gewoon. Ik kom met een zonnewaaier. Oké. Okay. Heb je dat geleerd? Heb je ons impact gezeten? Ik doe dat op mijn best en dan denk je, ah, fuck it. Zeker. En, wees lief voor elkaar. Precies. En, laat even weten wat jullie hebben gehad en wat jullie het leukst vonden.